Hey, hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor. Hartelijk welkom op mijn kanaal. Vandaag wil ik graag een junk journal gaan maken van dit oude boekje. Op mijn groep Low Budget Creabea's, de Facebookgroep, heeft Claudia Kozijns, een van mijn grote hulpen op de groep, een leuke challenge bedacht. Elke maand krijgen we een 2 prompts waar we een leuke journalpagina mee kunnen gaan maken. En ze heeft ook in januari een leuke journal cover gemaakt, zodat jullie die ook kunnen maken. Ik heb dat al vaker gedaan op die manier en ik dacht ik ga een oud boekje wat hier maar ligt te liggen gebruiken voor deze challenge. Dat is dit kinderboekje. Die moet ik eerst nog gaan bewerken, want zo is die natuurlijk niks aan. De cover ga ik natuurlijk leuk versieren. Maar ook omdat ik erin ga plakken en dingen in ga doen, ga ik hem bewerken om er dus pagina's ga ik eruit halen. Wel omdat als je kijkt, ja, het is natuurlijk maar een smal boekje. En als we er van alles in gaan doen, dan wordt hij onwijs dik. Dan ziet het er eigenlijk niet meer uit. Plus dat het zoveel pagina's heeft, daar ga ik natuurlijk niet allemaal in journalen. De journal wordt geen journal om in te schrijven. Tenminste, dat is niet mijn intentie. Maar puur om lekker creatief bezig te zijn. En dan, hoe heet het? Ja, de opdrachten erin te maken. Even kijken. Ik heb... Ik zit nog te twijfelen of ik steeds 2 pagina's aan elkaar zal plakken voor meer stevigheid. Dus dat weet ik nog niet zeker. Maar het idee is om bladzijdes uit te halen. En ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar dit is een gelijmd boekje. Dus het zijn geen pagina's die in signaturen aan elkaar zitten. Dus daar hoef ik geen rekening mee te houden. Ik weet alleen niet zeker of ik de pagina's er zomaar uit kan scheuren. Of dat de rest er dan uitvalt. Maar eigenlijk... denk ik, ga ik het gewoon doen. Want als ik het nooit doe, dan kom ik daar natuurlijk ook niet achter. Want ik zou eventueel ook nog kunnen zeggen, nou, ik laat steeds 1 centimeter zitten. Maar dan, ja, dan weet ik dus eigenlijk nog steeds niet of dat kan. Dus wat ik ga doen is gewoon de eerste pagina laat ik sowieso zitten. Want hier gaan we een soort voorblad wil ik gaan maken. Dan kan hier de eerste opdracht op. Misschien dat ik hem dan dus aan elkaar ga plakken. En dan na 2 pagina's ga ik er 3 uithalen steeds. En dan hoop ik dat mijn boekje niet uit elkaar gaat vallen. Maar goed, zoals ik al zei, als we het niet uit gaan proberen, dan weet ik het nooit. Dan sla ik weer 2 pagina's over, waar ik dan een prompt in kan maken. En ja, waarschijnlijk dus aan elkaar ga plakken. En dan haal ik er weer 3 pagina's uit. En zo ga ik dat hele boekje doen. Nou ja, ik denk dat dat niet zo heel spannend is om naar te kijken. Dus ik zie jullie zo meteen weer terug. Nou, je ziet hier een mooie dikke stapel uitgescheurde boekpagina's. Die gaan we natuurlijk niet weggooien, want daar kunnen we nog heel veel leuke dingen mee doen. Dus die ga ik bewaren. En dan is hier het boekje flink uitgedund. En het was heel grappig, het kwam precies uit... 3 pagina's op het laatst eruit en nog 2 over om aan elkaar te plakken. Ik denk dat ik maar gewoon ga doen wat ik had bedacht wat het aan elkaar plakken betreft. En dat wilde ik gewoon met een beetje stift, lijmstift. Ik heb deze Bison stift, maar volgens mij maakt dat niet zo heel veel uit welke je gebruikt. En dan plak ik daar gewoon de pagina's 2 aan 2 aan elkaar. Ik denk dat ik maar even achterin begin, dat is makkelijker. Dus ik zet gewoon heel eenvoudig de pagina's 2 aan 2 helemaal inzetten. Met lijm eentje, de onderste, en dan lekker op elkaar plakken. En ik begin achterin, omdat ik dit ooit 1 keer eerder gedaan heb. Oh, is mijn lijmstift nou op? Nee. Omdat ik dit 1 keer eerder gedaan heb. En toen ging het een beetje bobbelen. Omdat ik het van de een naar de andere kant ging doen. En ik denk als ik hem nou steeds zeg maar soort met van dicht maak. Dan zullen de pagina's hoop ik minder gaan bobbelen. En dan bedoel ik niet zozeer dat de lijm te nat is bobbelen. Want ja, ik zeg het misschien een beetje gek. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat je zeg maar de pagina's gingen zo hier rond staan. Omdat ik ze dan op steeds... zo omsloeg en het boek open. En dan leggen ze meer afstand af of zo. Ik weet niet precies hoe het werkte, maar het ging niet helemaal fraai.
En nu hoop ik dat het op deze manier mooier eruit gaat zien. Hier was ik gebleven. Nou ja, en voor dit geldt eigenlijk hetzelfde als het uitscheuren van de pagina's. Ik zie jullie straks weer terug. Nou, dat is gelukt. En voor de volgende stap ga ik de koffer bewerken. En daar heb ik even mijn gliedermatje voor nodig. Want dat wil ik gaan beplakken. Maar niet met de prit, want ik denk dat de buitenkant net even iets sterkers nodig heeft. En dat wilde ik heel graag gaan doen, want ik heb nog leuk designpapier. En deze heb ik ook nog liggen met stukjes designpapier. Wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, dat ik had bedacht dat ik... ik vind het zelf altijd leuk als een journal een soort kleurenschema heeft. Waardoor als je er doorheen gaat dat je daar dat in herkent, zeg maar. En ik zit een beetje te denken aan de roze en de bruin tinten deze keer. Misschien met een beetje groen, omdat ik in de beetje botanisch wilde gaan proberen. En hier zitten een paar hele mooie pagina's in. Die ik wel zou willen gebruiken. Bijvoorbeeld deze. Kijk, daar kan ik al een heel deel van de cover mee beplakken. Kijk, in dit soort pagina's kan natuurlijk altijd. Of die. En hier zit ook nog van alles in wat ik kan gebruiken. Dus nou ja, ik ga maar gewoon aan de slag. Ik heb een kwast. Mijn collage mat medium van Distress is dat. En ik hoop dat die nog goed is. Maar als het... ik heb geleerd met dat folietje dat dat wel aardig moet lukken. En ik ga hem een beetje over de rand heen plakken. Want dan kan ik hem hier naar binnen toe klappen straks. En dan de binnenkant afwerken. Zodat hij mooi stevig eigenlijk afgewerkt is. Ja, ik ga denk ik maar gewoon... Of zal ik dit nog even opruwen? Dat het wat... Ik denk dat ik nog even ga kijken of ik hier mijn... Ja... Een beetje dat, want dat is natuurlijk van dat glanzende. Dan heb je kans dat het wat minder goed hecht. En dit heb ik toch liggen, dus cirkeltje zit erop. Dat had ik toen een keer bij Temi besteld. Even dat glansje eraf. Even de prullenbak. Goed schuurpapiertje, zie je dat? Gaat lekker snel. Dan kunnen we aan de slag. Oh ja, dat wilde ik nog aan jullie vragen. We hebben een nieuwe wasmachine. En die staat nu aan. En deze is heel stil. Of een stuk stiller althans dan mijn oude wasmachine. En nou wilde ik dus aan jullie vragen of dat... ik hoop natuurlijk dat nu die aanstaat het niet hinderlijk is voor jullie. Dus dat wilde ik eigenlijk vragen. Horen jullie mijn wasmachine nu heel erg? En zo ja, is dat dan hinderlijk of... Kan ik voortaan, hoef ik niet per se rekening te houden met als de wasmachine aan, kunnen we geen video's maken. Zou ik heel graag willen weten. Zou je je mening willen geven onder in de reacties? Heel erg fijn als je dat zou willen doen. Nou, ik ga dit dus nu hier omheen plakken. Bij de rug van het boekje kunnen we natuurlijk niet dat er omheen plakken. Dus daarom maak ik daar even een knipje in.
En zo meteen knip ik dat dan af. Deze ga ik denk ik even naar binnen slaan. En dan nog een klein beetje lijm. Zo. Kijk, en hier knip ik dat dan gewoon af langs de rand van de rug. Zo. Wat we nog meer hadden. Dit is maar dun papier. Als je nou met dikker papier werkt, dan kan je beter hier ook een hoek wegknippen. Maar omdat ik maar van dat dunne papier gebruik, kan ik het ook op deze manier doen. Dat is eventjes afhankelijk van welk designpapier jij gebruikt als je dit ook zou willen doen. Misschien kunnen we ook wel een leuk stukje van het boek gebruiken met wat tekst. Dan wil ik alleen niet die witte randjes, dus dan wil ik vooral graag de tekst gebruiken. Wacht, ik haal die hier ook af, want die komt natuurlijk aan de achterkant nog zichtbaar. Zo. En dan hier aan de achterkant ook nog. Misschien kan ik daarvoor die andere mooie roze bloem gebruiken uit het boek. Had ik nou deze net? Ja, hè? Dan bedoelde ik die. Er zit ook een mooie vogel en vlindertje op. Deze. Kijken of dit nog los kan.
met een straks nog een stukje boekpapier, ga ik deze hier zo plakken. Ja, mooi. Of wacht, iets lager natuurlijk, want ik moet natuurlijk nog naar binnen kloppen. Maar jullie snappen het. Maar dat kleine boekje daar nog een mooie Belgische pagina. Ik heb echt het plan om meer van mijn designpapier, want ik heb zoveel designpapier, is altijd zo verleidelijk om bij de Action weer leuk papier mee te nemen. Maar het komt alsmaar niet op, dus daar gaan we meer gebruik van maken. En nog een klein stukje van het boek, even kijken. Natuurlijk ook in de hoogte hoeft het niet te kunnen lezen. Dus het is helemaal prima voor mij om het verticaal te gebruiken. Zo, nou, dit moet natuurlijk even drogen. Dan ga ik even de kans geven. Ben ik straks weer bij je terug. Tot zo! Ik denk dat het zo goed gedroogd is. En dan gaan we nu hier verder aan de binnenkant. Daarvoor wilde ik eigenlijk ook weer designpapier gaan gebruiken. En ik had deze mooie kaart bedacht om hierin te plakken. Die heb ik gekregen van Doortje een keertje in een Happy Mail. En vanwege de bloemen en de roze kleur dacht ik, die is perfect. En dan kan ik hier schrijven waar het om gaat in het boekje. Dat was eigenlijk het idee. Dus dat ga ik maar gelijk doen. Even kijken hoor. Ik wilde dan graag met die neutralere vellen gaan werken. En misschien met wat kleinere stukjes. Dus ik dacht aan deze. En dat doe ik dan ook in de achterkant. Alleen daar komt dan natuurlijk niet ook nog die kaart. En hier, deze is ook altijd wel leuk. Waar is mijn liniaal? Die scheur ik dan willekeurig gewoon wat kleiner. Zodat er verschillende maten papier hebt. Dat het niet allemaal hetzelfde formaatje heeft, zeg maar.
Oh, en ik heb hier even een siliconen, nog een siliconen pap ding ondergelegd, matje. Omdat ik niet wil dat mijn deze pagina aan die eerste pagina gaat plakken. Voor de zekerheid doe ik dat eventjes. Ik ga meteen ook maar even hier wat uitzoeken. Nou, die witte vind ik niet zo leuk. Maar verschillende bruin tintjes. En het donkerste nog eentje. En hier zo barokachtig velletje. Deze is ook wel mooi. Misschien komt het er niet eens op, maar we zien wel. Ook hier nog een mooi barok. Oh, en iets met bloemen en vogels. Die moet er sowieso in natuurlijk, hè. Die is ook nog wel grappig. Oké, nou, dan gaan we lekker aan de slag. Die ga ik waarschijnlijk straks nog wel wat kleiner scheuren. Maar we gaan nu lekker plakken. Ik ga hier ook over de, hoe zeg ik dat? De vouwlijn, zal ik het maar even noemen. Jullie snappen wat ik bedoel, denk ik, hè? Dat geeft wel wat meer, hoe zeg je dat? Ze noemen dat in het Engels bulk. Maar kan je je daar iets bij voorstellen? Dat het meer massa geeft, waardoor je boekje sneller open blijft staan. Maar het geeft natuurlijk ook wel meteen weer wat stevigheid aan de pagina's, dus het houdt het mooi bij elkaar. Dus vandaar dat ik het dan toch doe nu. Maar ik ga dat niet op elke pagina van het boekje doen, want dan ja, wordt hij toch te dik. Dan kan hij ook niet goed meer sluiten. En dat wil ik natuurlijk niet, dat mijn boekje niet meer dicht kan straks. En hier waar designpapier al over de rand is, kan ik natuurlijk kiezen om het helemaal tot aan de rand te plakken. Maar dat hoeft niet per se. Ik kan hem natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld zo plakken. Want je ziet nu niet het wit, de achtergrond, zeg maar. Ik moet bijna een nieuw potje. Ik hoop dat ik het red. Kijk, hij is bijna leeg. Om deze helemaal af te maken. Want dat zou ik echt irritant vinden als ik het nu niet af kan maken doordat mijn lijmpot leeg gaat.
Nou, voordat ik de achterste pagina kan doen, moet dit weer even drogen. Dus ik ga even de heat tool opzetten. Maakt altijd zo'n lekker lawaai. Dus ik ga dat eventjes met de camera uitdoen. Ben ik zo weer terug. Nou, die is mooi droog. En dan gaan we naar de achterste pagina. Precies dezelfde manier. Ja, dat gaat er ook niet zo... scheur dat er al bijna uitzie. Dus ik moet hier wel ook even op de onderkant vastplakken. Tenminste, ik bedoel dat ik er zo'n pagina overheen ga plakken. Want kijk, ik scheur deze er bijna uit. Ik moet hem natuurlijk ook niet op gaan tillen aan de pagina's. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik dit even fast forward ga doen. Want het is natuurlijk hetzelfde als zojuist. Die is ook mooi droog. En dan wil ik nu heel graag nog een mooie cover gaan maken. Ik heb dit plaatje heel lang geleden al een keer geprint. En ik heb geen idee waar het vandaan komt. Maar ik denk die past wel mooi bij mijn roze botanische thema. Dus daar wilde ik proberen een rechthoekje van te scheuren. En die dan als focal point op de voorkant te gebruiken. En dan eigenlijk een beetje met laagjes. Een leuk soortement van cluster idee. Dit ging niet helemaal lekker. Andere kant proberen. Dit is trouwens gewoon een plastic liniaal van de Action. Die ik met de warme strijkbout. Met het hoekje. Tot een scheurkalender heb gemaakt. Dus heel eenvoudig en het werkt hartstikke goed. Het is een gewoon goedkope. Volgens mij was dat in zo'n set van Action. Waar ook een grote geodriehoek en nog wat andere bij zaten. En daar zit dus één zo'n lange transparante liniaal bij. Ik heb hem al een tijdje. Misschien heb je hem al eens vaker voorbij zien komen. Maar ik verwachtte er eventueel een vraag over. Dus ik dacht, ik vertel het maar gelijk. Wil hem wel even een beetje distressen. Toen dat witte op dit papier wat minder mooi. Dus eventjes. Een beetje dat witte wat minder maken. En meteen worden dan natuurlijk de randjes een beetje donkerder. Zo, dan past het er mooi bij. En dan had ik ook nog stof gevonden. Die heb ik ook al heel lang. En het voornemen is altijd om wat meer stof te gebruiken. Maar ik vergeet het gewoon heel vaak. Dus ik dacht, nu ga ik eraan denken. En dan scheur ik gewoon een reep, had ik bedacht. Zo, en ik had hier ook nog een pot vol met leuke kantjes en dingetjes die ik misschien kan gebruiken. Dit is ook wel grappig misschien.
zo een beetje te breed. Even kijken. Die moeten gewoon een kleiner stukje stof. Strookje kant. Er ligt van alles. Mooie applicatie. Ik weet ook niet. Vaak krijg ik van alles. En nou moet ik het gewoon maar eens gaan gebruiken, toch? Ik zoek eigenlijk nog iets roze. Oh, wacht. Ik had ook nog van Doortje dit papier gekregen. Dat is ook wel gaaf. Even kijken, dan ga ik wel ook even de stressen, want dat is de, hoe zeg je dat, paarsroze, vind ik. Een beetje bruiner maken. En dan misschien kan ik hem wel ongeveer even groot schuren als deze. Maar is de liniaal gebleven? Dat heb ik altijd met dat ding, omdat hij transparant is en ben ik hem altijd kwijt. Ik zie hem niet, wat stom. Oh, hier. Ik had hem te ver weggelegd. Zo. Dat wordt wel leuk. Die vind ik toch lekker eroverheen. Zo ga ik het doen, denk ik. Ik ga dit even een beetje aan elkaar stikken en daarna in zijn geheel hier bovenop plakken. Mooi gestikt. Hier zie je een zigzagstik. Zo. En hier doorheen ook, maar dat zie je eigenlijk niet. En dan ga ik die hier als geheel zo opplakken. Alleen vind ik zelf het hier een beetje saai. En nou dacht ik, ik heb nog die mooie libellen stempel. Ik denk dat ik die hier probeer te stempelen. Gewoon met een bruin. Het hoeft niet heel erg op te poppen, maar dat daar net even in die hoek ook nog wat gebeurt. Want ik had heel erg de neiging om deze dan uit het midden zo hoog om dat op te lossen, maar ik vind dat toch niet zo mooi. Dus ik ga kijken of ik daarmee het net even een wat leuker hoekje kan maken. Vleugels vallen eraf, maar dat geeft niet. Nou, en ook nog niet eens goed, maar dat maakt niet uit. Even kijken of dat... Zie, dan zie je net daar dat beestenkopje. Ik denk dat ik dat toch leuker vind. Ja. Opgelost. Lekker simpel. Even kijken. Dan gaan we hem hier opplakken. Ik heb hier nog een restje Dutchie Doobadoo lijn. Laat ik die ook eens opmaken.
Zo. Nou. En dat was zover dat. Het boekje is een journal geworden. Ziet er niet meer uit als een saai boekje. En dan gaan we daar iedere maand de opdrachten van Claudia in maken. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Laat het me weten onderin de reacties. Ook graag, denk nog even aan of je dat de wasmachine heel hinderlijk vond. En dan hoop ik je heel graag weer te zien in een volgende video. Ben je nog geen abonnee? Druk dan op die abonneerknop. En denk ook aan een duimpje omhoog. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!